Ik denk zo, ja. Dit is echt veel te erg gekruld. Zo erg wilde ik het niet. Ja. Wat we maar mee doen, moet er bijna weg. Frans, vertel jij eens wat ik dan doe. Ja, je zit met je handen voor de muur. Nou, dan doe je de camera toch omdraaien, slim. Foto is heel dicht ingezet. Doe je toch de camera omdraaien? Ja. Zo, nou. Hey, het is de eerste kerstdag. Mijn haar ziet er iets minder leuk uit dan die van anderen. Is iets too much. Ja, alle andere is het een beetje too much. Je hebt er een springkussen van gemaakt. of een bed serie of zo, ik weet niet. Maar in ieder geval, het is nu eerste kerstdag. En ja, jullie vragen je misschien wel af, wat is er met de vlogmas gebeurd? Nou, Andra die heeft altijd een beetje druk rond feestdagen. Dus ze dacht, nou laat ik alle video's van de hele week in één video proppen. Dus dat is deze video. Dus het zal veel een lange video worden. Ja, een lange video, maar dat zien ze toch lang al. Oh ja, sorry. Veel kijkplezier. Ik ga naar de Hi. Nou, dit is wat ik vandaag aan heb. Een simpel zwart shirtje. Ziet er heel saai uit, hè. Maar dan heb ik nog een leuk roze. Wat is het? Zwierokje. Ja, maar ik weet ook niet wat voor soort stof. Het is geen zijde. Ik weet niet, een beetje stof. Nee, een pantoffel. Wat voor zo'n rok is dit nou? Voor stof? Suède. Suède stof, dank je. Die heb ik aan. Ja, ik doe zo meteen hakken aan. En een roze ketting om het terug te laten vallen in mijn rok. En veertjes. En dat is allebei zilver. Nep zilver. Ja. En de ding achterop, dit wordt zo meteen minder erg. Want ik ga zo meteen een hoed opzetten. Want we gaan naar de kerk. Dus dan wordt het als het goed is, dit poefie platgedrukt. Want dit is wel een beetje too much. Achterop. Ziet er echt best wel... Ja, ik kan niet of je het ziet hoor. Moet je even... Oh my. Nee, dat is gek. Ja, ze doen lekker naar mijn ouders toe. Lekker kanen. Bierpannenkoeken maken. Mama had volgens mij kiproladen met peertjes en dingen. En toetje. Ik denk dat het ijs is. Drie gangen menu. Hè? Drie gangen menu. Ja, gewoon drie gangen. We hebben dat beestje net moe gemaakt. Want die blijft achter. Oké, okay, hij focust op de tralies. Oh, nice. Oh. Want ik ben net zo lang als Frans. Oh, wacht even man. Ik heb hakken aan. Nu film ik je hoofd tenminste een keer, omdat ik hakken aan heb. Normaal film ik altijd zo. Ja, zet mijn hoofd er half op. Okay, dus alsof dit er niet meer toe doet. Voort dan hakken aan als ik naast Frans loop. Oké, let's go, ik heb honger. Oeh, en wat zouden we bij het eten, bij de koffie drinken hebben? Oeh, je slapertje. Taart? Denk het wel. Ja. Oh, ik heb net zo trek in een hele grote, massieve koek. Massieve koek. Waar is mijn tas? Oh, daar. Eén massieve taart. Nee, geen taart. Oh. Koek. En die hond gaat mee. Ga jij mee? Heb jij iets ondeugends gedaan? Ja, wat dan? Jij wat denkt de sek... Waarom zit die oor hier helemaal plat in je nek als een vliegtuig? Ik vraag me eraf waarom die zo zit te kwispelen. Ga je mee? Boefie? Ga je mee? Ga Boefie mee? Ga maar naar. Tada! Ja, zie ik nou. Daar komt stoom, hè? Komt stoom. Tada! Oké, op die naar. Nou, ik wou dus even een naam vragen hoe haar kerstdag was. Maar ja, ze hebben heel de dag alleen gezeten hier. Wij zijn lekker naar mijn ouders gegaan. En. Oké, Boef die gaat dan eens. Nee, hè? Ja, wel, volgens mij wel. Maakt niet uit. In ieder geval, wij zijn nu weer lekker terug. Het is kort voor 11:00 avonds. Dus nog enigszins een fatsoenlijke tijd om thuis te komen. En Nala was volgens mij best wel blij dat we terug waren, want we zijn om, 12 uur weg gaan gelopen ofzo. Ik ja. Dus ze is bijna 12 uur alleen geweest. Oh, echt? Ja. Bijna 12 uur? Bijna 12 uur. Nee joh, bijna 11 uur alleen. Ja, nou, oké. Okay. Bijna 11 uur dan. In ieder geval, vrij lange tijd. Dus ze is heel erg blij volgens mij dat we weer terug zijn. Ze was zodanig blij dat ze het zelfs niet erg vindt dat Boef aan de kontje zit snuffelen. Oep, hallo hé, schrik maar rot. Krijg ineens een kat.
Langs mijn chaise, langs mijn hoofdje. In ieder geval, zoals jullie net de beelden hebben gezien, was het eten voortreffelijk, hier. Heel lekker. En het was gezellig, dat is het belangrijkste. Nou gaan we lekker rustig doen. Boef is ondertussen ook al een beetje moe volgens mij. Ze zit hier te spelen! Wat doet ze dan? Ze pakt het ding, dat zit aan het touwtje en dan trekt ze naar achter op bed. Ze trekt het op bed. Oh, zo. Doe maar nog een keer. Want ze kan het dan op bed trekken en dan zit ze op bed te kouwen. Maar dan doet ze het niet meer. Nou, Boef die begint. Nou, dat was Boef dus, die verwijt. Boef, doe eens normaal. Ja, hij ziet een hond. Hij ziet een hond. Nou, het is vandaag donderdag, tweede kerstdag. Ik heb mijn kersttrui aan, Frans trouwens ook. Die zal ik zo meteen wel laten zien. En wij gaan zo meteen lopen in een getijdengebied. Dus het water kan hoog en omlaag gaan, eb en vloed. Vader is toevallig gisteren ook in een getijdengebied geweest. Dus we nemen voor de zekerheid kaplaarzen mee. Anders loop je met je gewone schoenen in zo laag water of zo laag water. Maar mijn laarzen komen maar tot hier, hè? Dus het moet niet hoger als dit worden, want dan heb ik een probleem. Dan moet het terug. Maar er schijnen ook bevers en zo te zitten, toch? Ja, dus we gaan hopen dat Boef ook mee mag. We gaan er naartoe en als Boef staat verboden voor honden, dan moeten we gewoon ter plekke naar een ander gebied gaan. Maar we zien wel of die mee mag. Dus ik ga een koffie opdrinken en dan gaan we. Het is nu 11:15, dus we hebben heel de middag. Welp, hi. Nou, de Dintels gorzen. Zeg ik het goed? Gorzen. Gaat niet door, want het is Boef is er niet welkom omdat er grazers lopen, oftewel koeien. Maar het is hier wel echt een supermooi natuurgebied. Dus als het lekker weer is, of in ieder geval droog, gaan wij zaterdag waarschijnlijk gewoon met z'n tweetjes er naartoe, toch? Ja, ja, dat is wel leuk. En anders een andere keer. Maar ik wil hier wel echt naartoe. Het is echt best wel moerassig, maar dat vind ik juist leuk. Daarvoor hebben we kaplaarzen. Maar we zijn nu dus naar een andere plek aan het kijken waar we ook kunnen lopen en waar honden welkom zijn. En dat niet al te ver rijden is, want we zijn al een half uur onderweg. En we willen niet weer heel lang rijden. Het is 11:45. Op zich hebben we wel tijd, maar toch. Je wil gewoon lopen. Hè, Boef, jij ook? Boef, je hebt net wel even buiten gerend, hoor. Want die was een beetje drukkies, toch? Ja, een beetje wel. En die had hoge noten. Boef, dat is er nou af. Hij zit nou heerlijk gewoon naar buiten te staan. Nou, uiteindelijk zijn we alsnog weer in een bos beland. Wanneer we eigenlijk dit keer niet naar een bos wilden. Maar vaak in een bos mogen daar alleen honden lopen. In andere gebieden heb je koeien loslopen en er kunnen gewoon geen honden zijn. En we zijn als het goed is op de Wouwse Plantage. Boef die heeft zijn job gedaan. Bij een prullenbak. Dus wij zijn blij. Dus we hoeven niet heel de weg te tillen. En we gaan nu gewoon lekker lopen. Maar het is hier al... Het is nu denk ik iets van 2:00 of 2:15 en het is al best wel donker, want het is gewoon een hele gouden dag. Kijk maar. Maar we gaan lekker wandelen. Hi, we zitten weer in de auto, dus gaan regenen. Wie zit nu nog? Maar volgens de app gaat zo meteen keihard regenen. Zegt het ziet er ook wel een beetje zo uit als zo meteen keihard gaat regenen. En sowieso in regen lopen is niet echt heel chill of zo. Zeg maar. Nee. Dus het is dan misschien nog wel nog maar 3:30. Maar we hebben ook nog vlees liggen dat een uur moet braden. Lekker. Ja, het moet wel een beetje op tijd, want als je laat thuis bent, dan moet dat vlees. Dat is ook niet handig. Dus wij gaan lekker naar huis, lekker eten klaarmaken. En zo moeten lekker eten. Lekker filmpje kijken nou. Ja, lekker filmpje. Heb je trouwens, Frans shirt zou ik nog laten zien. Oh ja, shirt. Dit is het kersttrui, je ziet het van ver weg niet.
Het is niet echt een kersttrui. Het is heel subtiel dat er een patroontje op zit. Ja, maar ik hou ook niet zo van die overdreven kerstdingen. Zeg nee, maar dit is wel een trui wat je 's winters mee draagt. Een beetje Noors ja. Is het, denk ik. Ja, zo weet je. Maar ja. ik vind hem wel leuk. Oh, laat eens zien hoe ik er nou bij zit, want ik ben natuurlijk om gaan kleden. Ja, dat is waar, ja. Ik heb, we zijn thuis, dus ik hoef mijn spijkerbroek niet meer aan. Dus ik heb mijn huisbroek aan. En in het geheel is het best wel kerstachtig. Maar het is zo zacht. Ik heb nog net mijn kerstsokken niet aan. Ik heb ook nog een kerstsokken. Dan moet je die ook nog even aantrekken. Nou, later op de dag misschien. Moet die filmpje kijken. Ja, is goed. Nou, de lamp uit. Hoi! En ik ben weg. Zal ik even de lamp op de grote tafel aanzetten? Dan kunnen we zien wat we hebben. Ja, ik ga het even laten zien. Oh joh! Oh, sorry. Stond er hier hoor. Je camera man. Tata! Een grootmoeders service. Zoals ze dat noemen. Ja. Eerste jaar dat wij zelf rollade... Je moet eerst de touwtjes eraf snijden en dan pas je rollade snijden. Wat is dit touwtje dan? Dat zijn die vierkantjes. Hier, hier, hier. Oh, hier. Oh. Hier zit er eentje. Die moet je eerst snijden. Dat weet ik dan wel weer. Misschien kan ik het wegbleuren, de rest. Ja, ik ben een studiolamp. Je ziet er nog van de rest. Wat ziet hij eerst? Maar niet. Ik zit bij Boef, zoals jullie zien. Het is vrijdag, de dag na kerst. En ik ga gelijk lekker aan de slag om het huis op orde te krijgen. Ik heb ook gewoon even een random shirt aangetrokken. Ik zal zo meteen iets anders aantrekken. Want ik ga beginnen met heel veel wasjes draaien. Want wij gaan volgende week op vakantie en wil ik wel schone kleding hebben. En normaal gesproken doe ik dat niet een week van tevoren al wassen. Maar omdat oud en nieuw ertussen zit, doe ik het wel. Want mijn wasrek staat altijd voor het raam te drogen. En het is niet echt handig als er een wasrek voor het raam staat als je naar vuurwerk wil kijken. Dus vandaar dat ik nu al begin. En dan heb ik volgende week ook alle tijd om de kleding te strijken. En Boefy, die gaat volgende week ook gezellig mee op vakantie. Besef je dat? Elke dag heerlijk buiten lopen. Met nog twee andere honden van mijn ouders, maar dat zien jullie dan over 2 weken pas, die video. Maar de voorbereidingen, die tref ik vandaag al. En ik ga snel beginnen, want ik moet vanmiddag ook nog weg. En het is al 9:05 en ik heb nog niet ontbeten. Dus ja, ik ga aan de slag. Ik zit achter mijn computer video te editen. En wie zit er in mijn nek te klieren? Nala, dat is de was die aan de deur hangt. Nala, kijk uit, je gaat echt vallen hoor. Je gaat vallen. Je kan er toch niet kracht tegen zetten. Kemmies. Wat wil je nou? Kom eens hier. Kom dan. Je hield een kont in mijn nek voor jou. Je hield een kont. Daar gaat ze hoor. 1, 2. 1, 2. Kom maar. Ik ga nog niet weg, maar ik wilde toch nog even laten zien wat ik aan heb getrokken voor zometeen. Want ik ga zometeen high-tien met mijn familie, met alle vrouwen, of in ieder geval een groot deel van de vrouwen. En ja, dan wil ik wel een beetje leuk uitzien. Dus ik heb ben alvast omgekleed, zodat ik ready ben. Dus ik zal het even laten zien in de spiegel. Oké, kunnen jullie gelijk mijn camera zien. Nou, ik heb een jurkje aan, zoals jullie misschien... Ja, je ziet misschien niet heel goed. Maar ik heb een jurk aan. Kijk maar, hier is hetzelfde als hier. En ik heb er een jasje op gegooid. Want het jasje kan ik gewoon aanhouden als het koud is. Maar als het warm is, dan doe ik hem gewoon lekker uit. En dan heb ik gewoon mijn jurk, die hier ergens onder verstopt zit. Dat is moeilijk met één hand. Kijk maar, hier is mijn jurk. Dus, en die heeft ook gewoon lange mouwen tot hier. Dat is ideaal. Maar als het koud is, dan kan ik deze nog lekker aanhouden. En dan ziet het er ook gewoon nog netjes uit. In plaats van dat ik met mijn winterjas aan zit. Dus, vandaar dat ik hiervoor gekozen heb. En ik ga denk ik ook zo meteen een sjaal erbij pakken voor buiten. Want ik heb geen zin om hier nog een keer een jas over te doen. Want het is al een soort van een jas. En dat zit gewoon niet lekker. Dus ik ga zo meteen even een lekkere dikke sjaal opzoeken. Zodat als ik buiten loop, mijn nek wel lekker bedekt is. Heb ik iets gedaan? Je pakt de camera en je zegt Fransje.
Hoezo? Wat denk je dat ik gedaan heb? Ja, weet ik niet. Ik heb bier gekocht. Wat een moppie. Oh. Hoezo denk je dat ik iets eetbaars heb gekocht? Nou, dat is het meestal wel. Meestal heb je iets... Oh, je poepzakjes gehad. Nee. Nee. Oeh, hier. Bakken bij het potje, wat denk je dat? Oeh, wat lekker! Hey, joh, de zonde, die moet je warm eten! Er zit poedersuiker. Mag ik ook een hapje? Oh joh, wat zit mijn haar verschrikkelijk! Dat is lekker. Ik heb echt honger. Ben ik een goede vrouw voor jou? Zeker. Zal er ik wist dat het eetbaar was. Ze had alleen geen krenten mee, die was op. Nu al, hè? De krenten is altijd wel lekkerder of zo, hoor, vind ik. Geef net even wat meer... Maandag kunnen we mijn krenten halen. Ben je dan een zak chips? Denk ik, weet niet eigenlijk. Ik zie het maar. Ik zie het maandag kunnen we mijn krenten halen, maar ik dacht... sowieso iets van het weekend. Om vast in te eten voor oud en nieuw. Ik ben een kaart aan het maken. En die is af. Ik zal hem laten zien. Dit is de kaart voor mijn nichtje. Je ziet het misschien niet heel goed. Maar het is echt wel beter. Er staat hier gefeliciteerd. En dat heb ik met deze speciale pen gedaan. Met gewone stift ga je dat nooit over dat zwarte zien. Maar ik heb van een vriendin van mij voor mijn verjaardag een metallic pen gekregen. En dan kan je gewoon over zwart schrijven. Maar voor de zekerheid heb ik toch nog met de zwart fijnlijner nog even omlijnd. Zodat je het heel goed ziet. En dit had ik eigenlijk in een kerstpakket. Of kerstpakket, een kerstknutselpakketje. Maar ik vind het ook gewoon prima voor een verjaardag gaan. Dus dat krijgt ze. Ik ga nu die kaart leuk op het cadeautje leggen. Met een touwtje ombinden. En lekker eten weer. En vanavond weer taartjes eten. Dus ik ben vandaag lekker aan het snoepen. Heb jij twee pizza's? Kon je niet kiezen? Je gaat niet twee pizza's eten. Je moet wel plek houden.